Welkom weer terug bij een gloednieuwe video. Mijn naam is Hilda en vandaag zijn we weer bij een nieuwe Discord bot tutorial. Ik had even geen tijd om roleplay op te nemen in de survival wereld. Dus ik doe maar even snel een Discord bot tutorial. Nou, in deze Discord bot tutorial ga ik jullie uitleggen hoe jullie een soort van logging system kan maken wanneer een berichtje wordt verwijderd. Nou, laten we alvast erin duiken. Ik ga alvast mijn voorbereiding oppakken. Yes. Oh, ik heb zoveel voorbereiding. Oké. Vandaag gaan we geen commands maken. Dus commands kan je even sluiten. Maar dan gaan we voornamelijk werken in de index. Oké. We hebben hier vier dingen met klein om. En één met klein ones. Hè? Hieronder guild member at. Waarom staan hier overal twee spaties? Dat had ik ook bij mijn voorbereiding allemaal. Ja, daar wordt wel een spatie. Dat had ik ook allemaal bij mijn voorbereiding. Was ook alles in de spatie. Nou, dat was ook niet leuk. Nou, natuurlijk moeten we een. We moeten natuurlijk een functie maken wanneer er überhaupt wel een berichtje wordt verwijderd. En dat doen we dan met een client.on tussen haakjes, ja, dubbele quote. Volgens mij was een message. Ik weet niet of ik goed heb in mijn voorbereiding. Message delete. Message delete. Nou, hierachter schrijven we nog een comma. Ik ga het om ons een beetje makkelijk te maken. Een soort van variabele meegeven. En ik noem die variabele bericht verwijderd. Je moet natuurlijk wel de camel case methode gebruiken. Wat houdt de camel case methode in? Dat is net zoals bij een kameel. Ja. De hoofd is de kleine letter. En de twee bulten zijn de grote letter. Ik kan het echt niet makkelijk uitleggen. Gewoon bij het tweede woord een. Gewoon bij het tweede woord een hoofdletter. Sorry, ik ben een beetje verkouden. Hey. Nou, nu gaan we even een als ik het even goed kan. Een lambda-expressie aanmaken, net zoals wat we met deze hier allemaal hebben gedaan. Hierachter natuurlijk ook nog een punt, komma. Punt, komma. Ik heb hem. Oké. Als de bot iets verwijdert, dan willen we natuurlijk niet loggen. Dus dat gaan we fixen met if de zaakjes bericht punt bericht verwijderd punt auteur punt bot. Dan doen we heel simpel return. Trouwens, normaal moet je het in het Engels houden, maar ik heb maar één ding in het Engels gehouden. Ja. Plus, ik ben daarnet nog iets vergeten. Bovenaan hier, bij onze constante, dan onze middelvariabele is discord.js. Hier moeten we nog iets toevoegen. Dus hier schrijven wij comma achter collection. En dan schrijven we hier message embed. Dus later gaan we die gebruiken. Normaal moet je alles in het Engels houden. Ik heb bijna alles in het Nederlands gedaan. Om het gewoon jullie makkelijker te maken. Want sommigen die kunnen nog niet eens Engels. Kan je nagaan. We moeten ook de inhoud, dus de tekst van het. Sorry, er was even een onderbreking. Nou. Wat ik wou zeggen is, we moeten ook de inhoud meegeven. Dus de tekst van het berichtje. En dat doen we een beetje met de variabele. Dus dan doen we hier var. Ik hou het weer even Nederlands. Inhoud is. En dan onze verwijderd bericht. Dit moet je wel goed doen. Punt content. Dat moet je gewoon doen. Content hier moet je dat gewoon doen. Als er niks in het berichtje is meegegeven, moeten we het natuurlijk ervoor iets in de plaats zetten.
En dat is een ander berichtje. Nou, dat doen we met if. De zaakjes. Uitroepteken van geen inhoud. Als er geen inhoud is meegegeven, doen we onze inhoud. Inhoud maken tot bijvoorbeeld een berichtje. Er is geen tekst gevonden in het berichtje. Sorry, ik weet dat ik typ een beetje snel. Oké, nu gaan we ook met een variabele een variabele maken waar informatie over het bericht die verwijderd is in staat. En dat doen we met var respons. Heb ik het goed geschreven? Ja. Is gelijk aan zo van die gekke haakjes die ik wel meerdere keren in mijn video's gebruik. Die staan wel in de beschrijving. Nou schrijf ik, er is een berichtje verwijderd uit. En dan doen we dolle teken en dan van die gekrulde haakjes. Nu gaan we meegeven waaruit het berichtje is verwijderd, dus uit welk kanaal. Dus dat doen we met bericht verwijderd. Punt channel. Channel moet je ook weer zo houden. Anders lukt het niet. Oké. Nu gaan we op een nieuwe lijn starten. Dus dan doen we met zo. Ja, ik weet niet hoe dat heet. Die staat ook in de beschrijving, hè. Die gekke omgekeerde slash. Backward slash. Ik weet niet hoe dat heet. Nou, dan doen we hier even vier. Hoe heet dat? Vier sterretjes. En in die vier sterretjes in het midden. Dan typen we hier bericht. Dubbele punt. Wat deze stijltjes doen is het in Discord vet gedrukter te maken. En de, weet ik veel hoe dat heet, de N, die zorgt ervoor dat deze op een nieuwe lijn komt. Nou, oké. Okay. Nu gaan we ook nu de inhoud meegeven. Dus ja, gewoon heel simpel, inhoud. Achter zetten we weer een punt, komma. Oké, okay. Voorbereiding gezakt naar beneden. Nu gaan we alle informatie in een mooi embedje maken. Wat er in de embedje komt, dat ga ik niet zozeer uitleggen. Maar we doen van embed. Oh, ik heb een fout gedaan. Ik heb wat fout gedaan. Sorry, ik had caps lock. Dat is ook niet altijd zo handig. Doen we van embed is onze. Ja, en ik zie een fout. Ja, ik zie een fout in mijn voorbereiding. Normaal moet een message embed staan. Staat er bij mij, maar het moet wel nieuw. En dan message embed. Yes. Dan van die haakjes. Want deze refereert helemaal naar deze hier. En het is sowieso dan van Discord.js. Oké. Okay. Vroeger moest dat niet zo. Nou. Nu ga ik daar informatie in steken. Of in het embedje. Alleen ik ga het niet echt uitleggen. Want het is wel heel moeilijk om het uit te leggen. Punt. Punt. Set auteur. Oh. De haakjes, weer van die gekke haakjes in de beschrijving. Dolle teken, gekrolde haakjes. Dan bericht verwijderd. Punt. Auteur. Punt. Dag. Dag, tag. Is maar wat je zelf vindt. Hierachter schrijven we een komma. Daarna doen we alweer van die haakjes. Ik weet zelf ook niet waarom. Nou. En dan doen we dolle teken, gekrulde haakjes, en dan verwijderd door het bericht, auteur.display, ja, ik heb hem wel goed, display avatar. Nou, hierachter gaan we ook even bijschrijven van, wij willen ook, dat bijvoorbeeld zijn avatar een gifje is, een gift, een gif.
Manix uit hoe ik het noem. Ik noem het een gif. En dat die ook wordt getoond. Dus dat doen we bij Dynamic. Dubbele punt. True. Oh, ik heb echt wat met mijn stem. Hierachter schrijven we komma. Natuurlijk moeten wij ook een grootte bepalen. Maar ik ga voor deze ene keer. Of ja. Ik heb altijd de normale grootte gepakt. Wat altijd is opgegeven. Dus size. Dubbele punt. 4096. Dat is de normale grootte. Of ja, de normale grootte is niet echt normaal. De standaard. Hierachter dus, ja. Bij mij staat er auteur gedoorstreep, maar het werkt gewoon. Het enige wat je misschien kan krijgen is gewoon een berichtje in je console. Maar daar hoef je niet op te letten. Hoef je niks van aan te trekken. Gaat ook geen informatie van je weghalen. Nou. Nu gaan we ook onze informatie doen, dus... Heb ik alweer caps lock. Punt set description. De zaakjes. En dan gaan we onze respons meenemen. Dus waar al onze informatie is over het berichtje die verwijderd is. Nou, hieronder schrijven gaan we ook nog meegeven wanneer dit is gebeurd. Dus punt set time. Nee, geen titel. Set timestamp. Ja, hier gewoon de zaakjes. Oké, nu gaan we ook nog een kleur meegeven, dus dan doen we met punt set color, tussen haakjes, de bekomst. Oké, ik ga even zoeken naar een kleur, ja, gold is er wel. Ja, in mijn voorbereiding wou ik ook goud hebben, maar ik wist niet als die er wel bestond. Oké, nu moeten we nog het embedje versturen, maar we moeten ook het in een specifiek kanaal neerzetten. Ik ga even mijn Discord openen en in de testserver. Ik zie je zo meteen. Hoi, daar zijn we weer aangekomen in onze Discord en in mijn testserver. Nou, we gaan een logkanaal aanmaken, dus we klikken daar op een plusje en dan log. Ik ga dat niet doen, want ik heb er al één. Jullie kunnen dat wel doen. Nou, hier staat de log. Ik heb er, ja, zo komt het ook eigenlijk eruit te zien. Maar wel een beetje anders, want dit is, vind ik, lelijk. Heel erg lelijk. Oh, mag niet, oh, shit. Oh, oké, dan weten we hebben een kanaal met loggen. Yep. Kan Discord even gesloten worden. Goed zo. Nu weten we waar we het moeten verzenden, het embedje. Dus we doen client.channels.cache.find, ik weet niet hoe dat heet, find. En dan C van channel. En dan soort van zo'n pijltje. En dan C van channel.naam. Dan doen we 2 issen. Dus we willen zeker weten als het deze naam heeft. En wat moet deze naam hebben? Log. En dan doen we het embedje erin verzenden. Nou, we doen weer van die send.send erachter. En dan... gewoon in de haakjes, daarna gekrulde haakjes en bets, dubbele punt, dan van die, ik noem het vierkante haakjes, dan onze embed van hierboven. Nou, als je nou afvraagt hoe zorg je dat al deze code mooi wordt uitgelijnd, dat doe ik eigenlijk met Shift-Alt-F. Shift-Alt-F. En dan wordt alles mooi netjes op een rijtje gezet. We zetten het open. Nou, nu kunnen we dit ook eigenlijk uittesten. We doen rechtermuisknop op onze index.js. En klikken op Open Integrated Terminal. Oké, dan doen we npm start. Gaan we wachten tot de bot is opgestart. Voorbereiding kan... Weggaan. Hup.
We zien onze JT-test is online of is opgestart. Nou, dan gaan we naar Discord, hè. Wel iets anders. Er is wel een klein probleempje, hè. Bijvoorbeeld als ik deze berichtje verwijder van... Oh, dat is wel van je lang geleden. Nou, dan verwijder ik dit berichtje, hè. Geeft hij dat niet aan in de log. Omdat, luister, omdat het oude berichten zijn. Dus die woorden, die data wordt niet meegegeven, omdat het oude berichten zijn. Maar als we nu bijvoorbeeld hoi, hoit, kan ook, hoit intypen en dan verwijderen, dan komt het wel je in log te staan. Waarom is dit anders? Dat weet ik zelf ook helemaal niet. Dat is gewoon anders gemaakt, blijkbaar. Ik snap echt niet hoe ik dat daar heb gemaakt. Maar oké. Nou, zo maak je eigenlijk gewoon een soort van, ja, logging systeem voor wanneer dingen zijn verwijderd. Nou, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Smash op dat blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Later!